Ik zit hier tegenover Erik Gauka, directeur Direct Technology Services, en Jordan van Est, Service Line Manager Java van Cyber. En de slogan van Cyber is Committed to the Limit. Erik, kan jij wat in het algemeen vertellen over Cyber? Ja, Cyber, we zijn een internationale system integrator. We bestaan inmiddels ruim 30 jaar en vinden onze oorsprong in de US, in Amerika. Mm-hmm. We zijn ook New York Stock Exchange genoteerd. Wereldwijd doen we meer dan $1 miljard inmiddels, wat voor ons een belangrijk kental is, omdat je dan tot de tier 1 spelers behoort. Mm-hmm. Actief in 20 landen en in Nederland zijn we inmiddels met ruim 500 mensen actief. Traditioneel zijn we in Nederland sterk in de Oracle en de SAP hoek. En daarnaast doen we inmiddels ook uiteraard op open source gebied veel initiatieven ontwikkelen, waarbij we uiteraard voor Red Hat gekozen hebben. Dat is de reden dat we hier zitten ook natuurlijk. Dat vraag je, dat uiteraard in open source. Ik heb hier even op jullie websites gekeken. Dat betekent dat jullie heel complementair werken. Je hebt een vrij veel expertise natuurlijk opgebouwd in bestaande technologie. Ja. Daar komt nu open source bij. Wat was jullie argumentatie om dat te doen? Ja, omdat we system integrator zijn, geloven we wel in in een hybride model. En we zijn graag een innovatief bedrijf. Daar investeren we veel in, daar zijn we dagelijks mee bezig uiteraard. Mm-hmm. En we zien bij onze klanten veel vragen naar open source initiatieven ontstaan. Dus daar hebben we ons in eerste instantie in community open source in verdiept. Maar we zagen toch dat de klanten daar een professionaliseringsslag doormaakten, die wij vervolgens ook gemaakt hebben. En vandaar dat we bij Red Hat terechtkwamen. En je ziet dat hybride model, hè, waarbij de klant voor de traditionele leveranciers kiest, maar daarnaast toch ook nieuwe innovatieve trajecten opstart met open source, dat goed werkt. En wij willen graag daarin voorop lopen en uiteraard succesvol in zijn. Ja, dat vooruitlopen, dat blijkt al uit de prachtige trofee die daar tussen jullie beiden staat. Ja. Jordan, kan jij wat vertellen over Travelcard? Want dat was een van de redenen dat Red Hat deze trofee dadelijk aan jullie gaat uitreiken. Ja, we zijn vorig jaar benaderd door Red Hat om samen met hun een project uit te gaan voeren met Travelcard. En dat betrof eigenlijk het bouwen van een, of het redesignen van een IBM website naar open source technologie. Mm-hmm. En die case hebben we samen opgepakt en vervolgens zelfstandig uitgewerkt, waarbij we dus gebruik hebben gemaakt van de enterprise open source technologie van Red Hat. Op die manier hebben we dus de klant in staat gesteld om zijn businessprocessen veel efficiënter en veel sneller en flexibeler in te kunnen zetten. Ja. Kan je zo kort weergeven wat de voordelen waren, de waargenomen voordelen van Red Hat Enterprise Linux ten opzichte van de oude omgeving? Nou, de nieuwe omgeving is veel efficiënter. Met hardware gaat die om, waardoor veel minder infrastructuur nodig is om dezelfde performance te behalen. De kwaliteit en de stabiliteit is enorm verbeterd in de open source ten opzichte van de oude technologie. En met name waar de klant ook heeft toegevoegde waarde in zit, is de flexibiliteit. Dat door een heel eenvoudige configuratie aanpassing van nieuwe processen geïmplementeerd kunnen worden, waardoor de time to market voor nieuwe services voor de klant enorm toegenomen is. Ja, wat ik zo gesprekken met Jim Whitehurst en Werner Kneuplich van Red Hat opviel, was dat het begrip licentie in Red Hat verband eigenlijk een verouderde zaak is. Red Hat geeft subscriptions uit en dat zorgt ervoor dat de klant eigenlijk verzekerd is van een stroom technologie zonder dat hij zich over major upgrades zorgen hoeft te maken. Kan jij daar nog iets over vertellen? Correct. Als je kijkt naar de traditionele leveranciers, dan moet je al op front een licentie kopen. En vervolgens heb je dan het jaarlijkse licenties wat je moet verlengen. Mm-hmm. Vaak heb je dan ook een lock-in, waardoor je dus niet snel kunt afstappen van die software. JBoss heeft een heel ander model. Ieder jaar kun je de licentie kun je beëindigen. Dus je moet continu de toegevoegde waarde aantonen van de software en van ons natuurlijk als consultiebedrijf. En ik denk dat voor de klant ook heel belangrijk is dat wij dat continu aantonen. Ja, dat is duidelijk.
Als je nog iets wat me nou opvalt aan het geheel en ook aan cyber is de bedrijfscultuur. Dat heeft hele harde kanten. Jullie gaan voor kwaliteit, jullie gaan niet voor kwantiteit. Maar het heeft ook zachte kanten op het gebied van management van de mensen. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Nou, onze mensen die vinden het ook leuk om met de nieuwste technologie bezig te zijn. Mm-hmm. We investeren ontzettend veel daarin in opleidingen. Zowel op de hard skills, maar ook op de soft skills van de mensen. En door de mensen op de juiste opdracht te zetten, die wel passen ook bij hun ambities en hun wensen, mm-hmm. Zijn de mensen ook happy, wat ook hun prestaties ten goede komt in de dagelijkse activiteiten bij de klant. Waardoor de projecten efficiënter, beter uitgevoerd worden. Dus het is een combinatie van zorgen dat de mensen goed in het vel zitten en gefaciliteerd door cyber met behulp van opleidingen en certificeringen. Ja, want misschien als ik daar nog iets aan mag aanvullen is dat we meerdeel van de trainingen die verzorgen we zelf. We hebben op een gegeven moment zijn we gestopt met dat extern in te huren, die skills, en zijn we het volledig zelf gaan verzorgen, dat trainingsprogramma, omdat we denken dat we dat de cybercultuur het beste zelf kunnen overdragen. Mm-hmm. Dus we investeren daar enorm veel tijd en geld in, omdat elk jaar weer uitdagend en goed neer te zetten voor de mensen. En ik denk ook dat wat dat betreft een wat atypisch bedrijf zijn in de markt. We hebben zeker gezien onze omvang, hebben een vrij kleine sales en kleine marketing force. En zijn onze referenties ons beste verkoopkanaal. En daar zijn we ook heel trots op. We hebben een hele mooie klantenlijst. We zeggen altijd heel trots dat we nooit een klant zijn kwijtgeraakt. Mm-hmm. Maar met name het feit dat we steeds meer business doen bij bestaande klanten en dat we met name door referentieselling nieuwe klanten winnen, daar zijn we erg trots op met z'n allen. En dat zorgt er wel voor dat we een hele gemotiveerde club mensen hebben. En daar doen we veel aan om dat te bewaken en dat steeds maar weer verder uit te dragen. Want het is mooi en goed om dat te hebben, maar je moet dat natuurlijk wel blijven bewaken. Ja, precies. Ik wil nog even terugkomen op wat jij zei over opleidingen en trainingen. Ik ken uit eigen ervaring trainingen op het gebied van MCCE. Wat mij daarbij opviel was dat je elke 3 jaar eigenlijk als techneut een complete academische opleiding over je heen moet krijgen, omdat de technologiesprong dermate weinig vloeiend is dat je eigenlijk opnieuw kan beginnen. Mm-hmm. Er zijn ook geen upgrade examens. Uit jullie verhaal lees ik dat er een veel geleidelijker kennisgroei is onder het personeel en dat ook gewoon de groei van de technologie aardig volgt. En dat vind ik dan toch een aardige indicatie van hoe jullie innovatie oppakken. Kan jij daar nog iets over zeggen? Nou, onze mensen die wat binnenkomen ons, die hebben al een behoorlijk senior niveau. Mm-hmm. We nemen eigenlijk vrijwel geen schoolverlaters aan. De mensen hebben al heel veel werkervaring. En daarnaast zijn we continu eigenlijk bezig met de ontwikkeling van de mensen. Enerzijds natuurlijk door cursussen en opleidingen, mm-hmm. maar anderzijds ook door de opdrachten. Ervoor te zorgen dat de mensen altijd 80% van de kennis meenemen en 20% leren op iedere opdracht. Waardoor ze niet on the job alles moeten leren, maar ze nemen al een hele basis mee. Maar toch hebben ze iedere keer weer een nieuwe facet wat ze leren op een opdracht. Ja. Daarnaast zijn de mensen ook vaak in hun eigen tijd ook heel erg innovatief bezig met nieuwe technologieën te ontdekken. Ze werken zelf ook mee in open source projecten. Dat is ook heel belangrijk, mm-hmm. Gewoon die incentive bij de mensen om bezig te zijn met een vakgebied, een passie. Dat is ook een van onze kernwaarden. Ja, je brengt het op een positieve manier, maar het sluit wel aan op een eigen waarneming, namelijk dat in heel veel gevallen 80% van de kennis onder job wordt opgedaan bij concurrerende bedrijven. Ja. En dat is natuurlijk iets wat sommige klanten gewoon niet meer willen. Nee, dat lijkt me ook niet. Je moet toegevoegde waarde bieden bij de klant. En het is belangrijk voor de consultant dat hij iedere keer iets leert van de opdracht. Maar het kan niet zo zijn dat de klant heeft betaald en dat je alles op kosten van de klant aan het leren bent. Ja. Kunnen jullie nog als tot slot iets vertellen over jullie marktpositionering, Simon? Ja, als je naar de verticals kijkt, mm-hmm. naar de verschillende branches, dan zijn we met name heel actief in de utilitiesmarkt, hè, in de energiemarkt. Momenteel doen we daar bijna 40% van onze omzet in Nederland in de utilitiesmarkt. Zit bij alle grote energiebedrijven zijn we al lang leverancier en partner. En
verwachten we veel van de komende jaren. We hebben daar ook enorm veel proceskennis opgebouwd. Mm-hmm. Wat uiteraard naast de technische skills heel belangrijk is. En een andere belangrijke markt die we targeten is de high-tech markt. Mm-hmm. Philips is wereldwijd onze grootste klant. We zijn een van de drie global leveranciers bij Philips, waar we ook wel trots op zijn, als Eindhovens bedrijf natuurlijk. Ja. Want daar vinden wij ook onze oorsprong in Eindhoven. En dat zijn wel de verticals waar we ook veel bedrijfskennis of proceskennis op gebouwd hebben naast onze technische skills. Ja. Klinkt goed. Ik feliciteer jullie natuurlijk met jullie prijs en ik wens jullie heel veel succes. Oké, hartstikke bedankt. Dankjewel.